Hallo allemaal, ik wil u graag voorstellen aan de Super Brolly van Fox International. Brollies zijn een ontzettend populair item voor de korte nachtjes, voor de korte sessies. In principe heb je voldoende beschutting tegen de elementen en toch vrij uitzicht over het water. Makkelijk op te zetten, snel mee te nemen. Een hele grote beperking was toch eigenlijk best wel de baleinen die heel ver naar binnen steken. En daardoor zorgen voor heel weinig hoofdruimte. Fox heeft dat opgelost met het STS systeem. Zoals je kan zien, veel kortere baleinen die veel minder diep de brolly insteken. En daardoor zorgen we voor veel meer hoofdruimte. De brolly heeft aan de achterkant ook veel meer ruimte dan een traditionele brolly. Waardoor de bedshaft veel verder naar achteren kan staan. En wanneer je de aluminium stok verwijdert, past daar een heel handig oogje in die de boel verankert. En vervolgens kun je daar een receiver of een lampje of iets dergelijks aanhangen. Kijken we naar de voorkant, dan is daar een optionele glasfiberstok die bevestigd kan worden over de hele breedte. Die houdt daardoor de boel veel meer op spanning en zorgt voor goede beschutting aan de voorkant. Regenwater loopt aan de zijkant weg in plaats van dat het van de voorkant naar beneden druppelt. Hij heeft ook twee panelen aan de zijkant, zoals je kan zien. Die komen mooi naar binnen toe, zorgen voor nog betere afscherming van wind en regen, waardoor je mooie tas of je voer daar neer kan zetten. Optioneel is ook een grondzuil die je kan bevestigen wanneer je daar behoefte aan hebt. Zonder grondzuil weegt hij maar 5,8 kilo en inclusief grondzuil 8,4 kilo. En dat is het eigenlijk. Een super mooi systeem, veel ruimte en toch licht van gewicht snel op te zetten. We hebben de Super Brolly net van binnen bekeken. Ik wil je nu graag nog een aantal belangrijke punten laten zien aan de buitenkant, die een echte verbetering zijn vergeleken met traditionele brollies. Om te beginnen een opstaande rand, die ervoor zorgt dat regenwater naar de zijkant wordt afgevoerd en niet aan de voorkant de brolly verlaat. Kijken we hier naar de zijkant, dan zien we een aantal ringen waarmee je de brolly op verschillende hoogte kan instellen, nagelang de weersomstandigheden dat vragen of de oever waar je zit. En aan de achterkant zal je opvallen dat de gebruikelijke knop die er altijd zit ontbreekt. Het was altijd een zwakke plek waar de brolly mogelijk kon gaan lekken. Hier dus niet meer het geval. Dat is het eigenlijk. Het is een geweldig lichtgewicht ding, snel op te zetten, biedt enorm veel ruimte, ontzettend stevig. Er is nog één dingetje wat ik jullie nog wil laten zien. Eén laatste puntje wat ik jullie nog wil laten zien. Het opruimen aan het eind van de sessie. Je haalt de stormstick los aan de zijkant. Normaal gesproken moest je die losdraaien. Apart vervoeren, volgende sessie weer vastdraaien. Is nu niet meer nodig. Je vouwt hem simpelweg naar binnen langs de balijn. Daar zit een haakje, je klemt hem vast. En dat is het. Dit is hem, de Super Brolly. Ontzettend gebruiksvriendelijk. Licht, snel, eigenlijk de ideale brolly voor de korte sessie vissen. Bekijk hem bij je lokale Fox dealer.